Welkom in je nieuwe huis. Dit is een heel goed geïsoleerd gebouw met energiezuinige en slimme apparaten. En hoe dat werkt, leg ik je graag in deze video uit. In de kamers van je woning ligt een laagtemperatuur vloerverwarmingssysteem. Dat houdt in dat je de meeste vloerverwerking kunt gebruiken. Denk aan laminaat, PVC, houten vloer of marmoleum. Maar gebruik geen hoogpolig tapijt of een goed isolerende ondervloer, want dan wordt je woning niet warm. In de technische ruimte bevindt zich niet alleen de verdeler voor de vloerverwarming, maar ook de warmtepomp en het voorraadvat. Het voorraadvat heeft 150 liter warm water en dit is voldoende voor normaal verbruik. Ook in deze ruimte staat nog een bijzonder apparaat, de ventilator. Deze zuigt vuile lucht af, hij blaast schone lucht naar binnen, maar het slimme van het apparaat is dat hij de warme lucht van de ene buis afgeeft aan de andere buis. En hiermee bespaar je een hoop energie. De afvoer van de vuile lucht en de toevoer van de schone lucht wordt geregeld door de standschakelaar in de keuken. De temperatuur in de woning wordt geregeld door de thermostaat in de woonkamer. Deze werkt volledig automatisch. Het heeft geen zin om steeds de temperatuur te veranderen, ook 's nachts niet. Laat daarom de temperatuur constant op 19 of 20 graden staan. In de meterkast bevindt zich de watermeter, de slimme elektrometer, de standaard groepenkast met daarin de driefase kookgroep, de 6 lichtgroepen, 2 aardlekschakelaars en 1 hoofdschakelaar waarmee je de hoofdspanning eraf kan halen en de woning spanningloos kan maken. In de meterkast hebben we ook de data-aansluiting, eentje van KPN en 1 van Ziggo. In de gang hangt de rookmelder. Deze is voorzien van een backup batterij. Als de batterij bijna leeg is, dan hoor je een piepje. Wacht dan niet te lang en vervang de batterij. Alle informatie staat ook in de woonwijzer. Deze krijg je bij de sleuteluitgifte. Daarnaast krijg je ook nog alle andere handleidingen. Heb je nog een vraag of een reparatieverzoek? Neem dan contact met ons op. Oh ja, je krijgt ook nog een enquête. We zouden het leuk vinden als je hem invult.